Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Blue Carbon Restoration in Bigipang, Muma ter verbetering mangrovebeheer in Suriname. Ministers Esoti en ROM bespreken actuele zaken tijdens persconferentie. En regering focust op efficiënt grondbeleid en woningbouw tijdens RRV. De Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft $1,52 miljoen ontvangen van het UK Blue Carbon Fonds, beheerd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank voor het project Blue Carbon Restoration in Bigipang, Muma. Dit project verbetert het mangrovebeheer in Suriname door een op bewijs gebaseerde aanpak. Het richt zich op toekomstige conservatie en herstelinspanningen, betere governance van ecosystemen en het bevorderen van duurzame levensonderhoud. Het project is op donderdag 25 juli gelanceerd. Wij brengen u enkele fragmenten. Starting again with the emissions. I hope this will show you better picture. One dot is 1 metric ton of CO2 emitted. Starting from 1800 and going to now. So if you will have more information up to present date, it would be entirely black. That much CO2 we are producing. And this has a lifetime. So once emitted, it will remain in the atmosphere for 100 and more years. So if you will stop it now, still we have the impacts. And this shows you, if you want to reach the 1.5 degrees, then it is only 275 gigaton left over to produce. So if you go to 1.7, the more further you go, the more time you have indeed, but the worse it will be with the climate, and the worse it will be with the resources and everything what you need. So it is better to have 1.5, but there's no time left over for that. And we are producing about 40 ton annually. So you can easily calculate how much time left over for us not to surpass that threshold. So if you want to reach 2 degrees, that means you have some more time, because you have to switch from fossil fuel-based economy to a renewable-based economy. And you cannot do it within 5 years. You need more time. But if you need more time, that means more CO2 will be in the atmosphere. And that means a lot of threats, a lot of negative impacts you have to observe. So, this is easy to calculate. At this moment, we have reached the 1.5 degrees. And it is 14 months constantly we are above the 1.5 overall, in general. But it is accepted that, and it is discussing at this moment, that 10 years these limits supposed to be higher. If 10 years we will be above 1.5 degrees, then they will accept that we have reached the threshold. But at that time, we are late. You can see here what happened in 2023. We were the whole year above 1.5. And 2024,
you can see we are not higher. At this moment, Spain and Portugal, etc., they are breaking records again what regarding the temperature. And meanwhile, the ice is depleting, not only at Antarctica, but also in Greenland. That's all are pressing and putting that water into the sea. And what's happening here is that sea level is rising. It's continuously rising, and it's also exponentially going on. But it is not distributed. You can see Suriname here, South America. You can see the intensity of the color, which means that here the level is higher than normal. So there are more indicators which describes the change in climate. And the others are indeed the temperature. We see the temperature is rising. We see also ocean heat is increasing because the ocean is absorbing a lot of heat, also a lot of carbon. Greenhouse gases is increasing atmosphere, and once emitted, it will remain there for long. Ocean acidity is increasing. These are all our indicators that climate is changing very rapidly. So the question is always, do we have reached the threshold? If you say yes, then you are late because you have no time. You have to put another threshold now. So if, again, the carbon is released and the atmosphere is emitted, that means it will remain there. And the only way to get them back is, at this moment, by the trees, to plant the trees. Or other way. But if you see what's happening on the short term expectations, you see that the sea level will keep on rising. There are strong fluctuations in the precipitation, also in the weather and the climate, the damage to the agriculture, health, and energy storage shortage. Why energy shortage? Because if it is, it will get hot. That means, you need some cooling. You will need more air conditioning. A lot of energy is needed. So in this way, energy will be always shortened. Medium-term expectations. Everything will accelerate. More and more, you will have a lot of damage to the environment, a lot of shortages, and people will migrate from one location to other location. So we have to do something worldwide, and everybody on their own place. We have tried to look what the mangrove can do. So we see that the mangrove at the coastline, and remember, 123 countries in the world do have mangroves. So the mangrove is between 30 degrees north, 30 degrees south, is over the whole globe. And it holds a lot of carbon. So it is important to understand and to do more work on that. But since mid-20th century, one third of the mangroves has been lost by logging, agriculture, aquaculture, and urbanization. And if this trend continues, we will have nothing left nearly at the end of the century. But fortunately, a lot of countries are doing in a way to conserve, to preserve, and where possible to expand this mangroves. Tijdens de reguliere persconferentie van woensdag 24 juli zijn belangrijke hoofdpunten uit de regeringsraadvergadering besproken. Vanuit het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie geeft minister Reshma Kuldip Singh een aantal zaken aan die op orde zijn gesteld met betrekking tot het searchproject en het prijsaanduidingsbesluit.
Ook vanuit het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu is er hard gewerkt aan het milieubeleid, stelt minister Marciano Dassai. Wij voeren u terug naar het persmoment. Het is namelijk zo dat het ministerie nu na 4,5 jaar deze regering een aantal zaken op orde heeft gesteld, een aantal projecten heeft gedaan, belangrijke projecten. En een van de projecten is bijvoorbeeld het SURGE-project, een van de meest bekende projecten waarbij 56 ondernemers een grant hebben gehad tussen de $2,000 en de $300,000. Het gaat namelijk om projecten om ondernemers te stimuleren. Deze regering staat ervoor om ondernemerschap te stimuleren en dit is een van de projecten, belangrijke projecten. Als we praten over een grant, dan is het een schenking. Het is geen lening of een financiering bij de bank. Het is een schenking wat de ondernemers hebben gehad om hun onderneming zodanig op te krikken dat zij succesvolle stories hebben straks en een succesvolle ondernemer hebben. We weten allemaal dat we kunnen praten over oil en gas, over bauxiet. We hebben gezien wat er in het verleden is gebeurd. Maar ondernemerschap, daar zeggen we, die zijn de backbone van een economie van een land. En daar staat deze regering zeker voor. Een andere prioriteit is zeker, ik weet dat er vragen zullen komen, prijsaanduiding. Het prijsaanduidingsbesluit dat heel veel consumenten naar de winkel gaan en het niet zien wat ze op de bonnen, wat ze hebben gekocht op de bonnen en zeker waarvoor ze belasting betalen. Recent hebben we het prijsaanduidingsbesluit is helemaal aangepast, goedgekeurd. En het prijsaanduidingsbesluit is ook al verschenen in de media. Dus het is al bekendgemaakt. Het gaat per 1 september in. We zijn momenteel, zullen er trainingen verzorgd worden om ondernemers en winkeliers te helpen hun kassasystemen via een heel makkelijk systeem op te graden en te kunnen downloaden. Het is een gratis systeem dat ze kunnen doen. Wij als ministerie zijn bezig met trainingen daarover. Maar ook zullen er communicatiesessies zijn met alle stakeholders van het ministerie. Zeker alle organisaties en winkeliers. Maar natuurlijk is het al lang bekend. Wij roepen al heel lang dat de consument moet kunnen zien wat zij op de bonnen hebben gekocht, waarvoor ze BTW betalen, waarvoor zij winkelier, de naam van de winkel, de prijzen en het product dat ze hebben gekocht. Het is een aantal dingen dat zij moeten aangeven op het staatsbesluit. Ik kan het staatsbesluit ook met de media delen, want het is al gepubliceerd. En dat is een van de dingen waar wij ook staan om de consumenten te beschermen. Biodiversiteit, niet lang geleden hebben we dit gelaunched. We hebben een geactualiseerde National Biodiversity Strategie en Actieplan. En dit plan biedt een uitgebreid kader voor het behoud van onze rijke biodiversiteit. We hebben een biosafety plan update gedaan over LMO's en GMO's. U weet waarvoor LMO staat, Living Modified Organisms. Het zijn zaken die vanwege die hoge technologie van het buitenland, waarmee we geconfronteerd raken. Bepaalde producten. Het kan zijn dat er LMO's en GMO's in voorkomen. Bijvoorbeeld, ik noem even een voorbeeld, de tomaten of de appels die we importeren. Die zien er zo mooi uit en zo groot uit. En de kans is groot dat men LMO's en GMO's erin verwerkt. Dus dat is heel belangrijk om beleid te maken daarvoor. En we hebben dus op dat gebied wetgeving gemaakt. En hierover komt er een besluit. Een staatsbesluit, het is het MEA-besluit, het milieueffectanalysebesluit dat binnenkort uitkomt. Verder hebben we op dit gebied ook bioveiligheidstrainingen verzorgd bij de verschillende ministeries.
Op het gebied van biodiversiteit hebben we gekeken naar onze marine biodiversiteit. We hebben een policy document opgesteld. Op het gebied van watermanagement hebben we een conceptwet voor kustbeheer afgerond. We hebben een wastewater management assessment gedaan. We hebben de waterkwaliteit in diverse woongebieden geassessed om te kijken hoe het staat daarmee. Verder hebben we gekeken naar land management. We hebben ook op hetzelfde moment, toen wij dus de launch deden van onze biodiversiteitsplan, ook een Suriname Aligned National Action Program, oftewel SANAP, om landdegradatie te bestrijden, gelaunched 2023-2030. Verder hebben we een mapping gedaan van alle land dat is gedegradeerd. We hebben natuurlijk ook onze climate change policies gemaakt. Ik heb het in een andere persconferentie meegedeeld dat we in vier sectoren, de energiesector, de landbouwsector, de infrastructuursector en de bosbouwsector, daar hebben we dus harde afspraken gemaakt dat we dus binnen die sectoren proberen CO2 te reduceren. Het lukt niet overal in één keer goed, maar binnen die bosbouwsector hebben we ons als land kunnen laten zien dat we dus die CO2 hebben kunnen reduceren en dat heeft geleid tot resultaten, reducties. Oké, het spannende is nu, de Environmental Performance Index, dat is dus in feite een methode voor het kwantificeren en het analyseren van de milieuprestaties van het beleid van een land. Dus in totaal worden er 180 landen worden geëvalueerd op hun milieuprestatie. En er zijn dus verschillende zaken waarop men let. Men kijkt dus naar de environmental health. Men kijkt naar hoe jouw biodiversiteit is, jouw forest, jouw fisheries, etc. Dus verschillende indicatoren. En men kijkt dus uit en men kijkt naar hoe beleid daarop is losgelaten. Hier heb ik dus een rapport. Ik zal dat via meneer Simon delen met u. De Environmental Performance Index van 2020, dat is dus gedaan door Yale Center of Environmental Policy, dat is de Yale University, in samenwerking met de Columbia University. En dat wordt samen gerangschikt met andere organisaties, zoals de World Economic Forum en de Joint Research Center van de Europese Commissie. Dus als u kijkt naar onze performance in 2020, staat Suriname van de lijst van 180 landen op plaats 81. Dat is dus 2020. En in het Latijns-Amerikaans en Caribisch gebied stonden we op de 19e plaats. Dat is dus 2020. Dus dit kunt u straks even delen. 2022, want de index wordt gedaan om de twee jaren. Tegen 2022 stond Suriname op een gegeven moment op de 70ste plaats. En nog steeds op plek 16 als het gaat om de Latijns-Amerikaanse landen en de Caribische landen. Vanmorgen kreeg ik dit bericht van onze directeur van Milieu. De resultaten van de 2024 Environmental Performance Index waren dus uit. En op basis van de evaluatie, de analyses van ons beleid van Suriname. U moet weten, we doen de rapportages. Het is misschien niet altijd bekend. Men focust zich dus op de uitdagingen natuurlijk. Maar als er prestaties worden behaald, dan moet men dat ook delen. We hebben een sprong gemaakt van 81 naar plek 36. Dus Suriname zit binnen de top 40 van de Environmental Performance Index. En wij zijn op de eerste plaats voor wat betreft Good Environmental Policy in de Latijns-Amerika en in de Caribbean. En dat is natuurlijk iets waarop we kunnen zeggen van oké, we hebben het goed gedaan, maar nog steeds is het belangrijk om te weten dat we er nog niet zijn. Ter referentie, op de eerste plaats in de andere indexes was Denemarken op de eerste plaats, Nederland op de 11e plaats. Men houdt ervan om ons ook even te vergelijken met onze buurland Guyana. Guyana was op de 126e plaats.
en ook een beetje vooruitgeschoven. Maar we hebben een heel mooie sprong gemaakt. We zijn nu op de 31ste plek beland. En ook even ter oriëntatie of referentie. De United States of America staat op plekje 34. We zijn nog niet daar, maar het is wel goed om te weten hoe wij presteren in de wereld. Dus van onderhand 80 landen zijn we op plek 34 beland als het gaat om milieuprestatieindex. De regering heeft tijdens de recente regeringsraadvergadering belangrijke vraagstukken besproken, waaronder het uitbreiden van het landelijk woningbouwprogramma, de afstemming dat de regering goed vertegenwoordigd zal zijn in het parlement, de goedkeuring van een stimuluspakket voor ambtenaren die vrijwillig de ambtenarij willen verlaten en een mededeling van de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu dat Suriname is gestegen in de Environmental Performance Index. Daarnaast is op de vergadering van woensdag 24 juli goedkeuring verleend aan grondconversie voor 343 belanghebbenden. President Chandrika Prasad Santokhi heeft benadrukt dat de huidige regering gedisciplineerd is, goede planningen maakt en goed bestuur hoog in het vaandel heeft. Hij wenste de ambtenaren gerust te stellen door aan te geven dat de uitbetalingen van salarissen, vakantiegeld en daaraan gerelateerde betalingen op donderdag 25 juli 2024 zorgeloos zullen worden overgemaakt. Aldus presidentiële woordvoerder Jason Simon. De president gaf aan dat de huidige regering sinds haar aantreden de salarissen van ambtenaren heeft veiliggesteld en dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn, zonder dat er leningen nodig zijn. Verder gaf hij aan dat er goede afspraken zullen worden gemaakt, zodat de regering goed vertegenwoordigd zal zijn tijdens de vergadering van de Nationale Assemblée. Minister Riad Noor Mohammed van Openbare Werken heeft gemeld dat de regering reeds is gestart met het bouwrijp maken van 5 verkavelingsprojecten, goed voor 2500 percelen, waarvan de beschikkingen reeds zijn uitgegeven. De belanghebbenden kunnen in december 2024 starten met de bouw van hun woning. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.